is een moeizame eerste seizoenshelft voor de Ajax vrouwen. Afgelopen vrijdag kreeg de ploeg van Benno Niom opnieuw een klap te verwerken. Twee goals werden weggegeven in de blessuretijd van de wedstrijd. En zo speelden de Ajax vrouwen opnieuw gelijk. En dus moeten ze zich weer herpakken tegen Heerenveen in de laatste thuiswedstrijd van 2018. Het jaar waarin dus wel de dubbel werd gepakt. Een prachtig jaar, maar de tweede helft loopt alles behalve vlekkeloos. Hier is de eerste grote kans voor Heerenveen en wat voor eentje. Maar Tini Hoekstra, ze mikt hem naast. En zo ontsnapt Ajax dus in het begin van de eerste helft. Volgende kans voor Heerenveen, een gevaarlijke, listige kopbal. Lise Kop krijgt er nog net een hand tegenaan. En zo loopt het allemaal opnieuw goed af. Lise Kop die dus in de fout ging tegen VV Alkmaar met tranen naar de kant. Hier herstelt ze zich in ieder geval. In de tweede helft de eerste kans voor Ajax met Vanity Leverisa. En dan begint de tijd toch weer te dringen. We zitten in het laatste kwart van de wedstrijd. Maar dan is hier het openingsdoelpunt. Lucy Akkerman. Een acrobatische goal. En een prachtige variant. Gevaarlijke vrije trap doorgekopt door Marjolein van der Biggelaar. En daar staat Lucy Akkerman. Een schitterende 1-0 en hopelijk een bevrijdende treffer voor de Ajax-vrouwen. Van de Biggelaar, Verhoeven. Daar Ashley Bakker en de 2-0. En opnieuw een prachtige goal. Kort na de 1-0 scoren de Ajax-vrouwen opnieuw. Zo lijkt daar dus een overwinning aan te komen. Mooie voetbeweging van Ashley Bakker. De Venema zit er nog wel aan, maar het is niet voldoende om de treffer te voorkomen. En zo verschijnt de lach weer op het gezicht van de speelsters van Ajax. Ellen Jansen. Vanaf de linkerkant. Daar de gevaarlijke voorzet. Venema zit er nog aan. Dan is hier Linda Bakker. Die legt hem klaar voor Marten Munsterman. En via de binnenkant van de paal een droge schuiver. Is de wedstrijd nu helemaal in het slot. En kunnen de Ajax-vrouwen dus weer 3 punten bijschrijven. 3 belangrijke punten voor het vertrouwen. En het is opnieuw een mooie goal. Een heerlijke droge knal van de nummer 6 van Ajax. En zo zet zij de 3-0 eindstand op het scorebord. 3 punten dus weer voor de Ajax-vrouwen in de laatste thuiswedstrijd van 2018. En vrijdag wordt de eerste seizoenshelft afgesloten met een bezoek aan Excelsior Barendrecht.